Heb je niets te doen? Ga aan de rij staan en begin met je ochtendgymnastiek. Ja, meneer. Ik zei nu. Ik haat oefenen. Ik hou van oefenen. 1, 2, 3. We hebben geen tijd voor thee. We moeten gaan sporten. Want een goede gezondheid is wat de scouts willen. Ik kan er niet meer tegen. Knieën hoger. Oef, ik ben moe. Ik heb je niet laten rusten. Oh, mama's. Ik hou van sport, maar dit is te veel. Dit is Fik. En Fik is erg rijk. Wat hebben ze hier nog meer? Kan ik u helpen? We hebben net een nieuwe collectie parfums binnengekregen. Of misschien wil je een nieuwe jas kopen? Ja, weet je wat? Je hoeft jezelf niet te kwellen met het maken van een keuze. Ik koop je hele winkel. De hele winkel? Natuurlijk. Ik wacht. Ja, het is Chad. Ik ben al aan het vliegen. Sneller, ik hou niet van wachten. Nou, hij betaalt tenminste veel. Wat een prachtige ochtend. Hoeveel? Ik heb de manier waarop Fik met geld smijt al te lang genegeerd. Dit is overkill. Hoi, pap. Wilde je me zien? Je lijkt ongelukkig over iets. $1,5 miljoen voor een winkel? Je gaat naar het padvinderskamp. Ze zullen je leren hoe je een fatsoenlijk mens moet zijn. Wat? Een kamp? Waarom niet? Ik wil het niet. En dit is voor Andrew. En hij heeft geen geld. Maar hij heeft een droom. Om naar een zomerkamp voor padvinders te gaan. Hallo ouders. Schatje, kijk. Hij heeft zelfs een kampvuur voor zichzelf getekend. We moeten het geld voor het kamp vinden. Dit is een goede optie. Laten we hem daarheen sturen. Welk kamp? We zijn blut. Maar dit is zijn droom. Ik weet dat je een voorraadje hebt. Ik wil echt gaan. Heeft een beetje meer nodig. Laatste. Geweldig, dit is precies genoeg. Andrew, zoon, jij gaat naar het scoutskamp. Het heet Mr. Rogers Kamp. Bedankt. Zoon, dit is voor jou. Het zal niet heet zijn. Bedankt, pap. Oké, ik ben weg om te gaan. Zou jij ook naar zo'n zomerkamp willen? Laat het ons weten in de comments onder deze video. Het is hier zo cool. Kijk, er is een meer. Het is eigenlijk een bosmoeras. Arme Andrew is echt blij om in dit kamp te komen. Maar we kunnen niet hetzelfde zeggen over de rijke Fik. Ik heb dorst en hoe dan ook. Hier is het geld. Neem het en doe wat ik je zeg. Jouw water, Fik. Ga in de rij staan. Ik ben Major Rogers en jij bent in mijn kamp. Leg de telefoon weg. Zo, ik heb hier de leiding. Jullie zullen al mijn bevelen opvolgen. Ik hoop dat iedereen dat begrijpt. Oh, het lijkt erop dat er een indringer is verschenen in het kamp van meneer Rogers. Holy squirrels! Daar is een beer! Wel, nu zullen de jongens de bevelen van de majoor kritiekloos moeten opvolgen. Ons motto is standvastig. De scout moet altijd klaarstaan. Dat is juist. Majoor Rogers, we falen. Neem je tijd, Andrew. Geduld is een van de meest essentiële vaardigheden voor een verkenner. Fik, hou vol. En nu zal ik je een lifehack laten zien over hoe je veel sneller een vuur kunt aansteken. Wow, geweldig. Meneer Rogers, dat was echt cool. Deze methode is totale onzin en het vuur is al uit. Oké. Wat vind je van deze methode? Nee, ik geef het niet zo gemakkelijk op. Rustig aan, Fik. Je kunt beter naar Andrew kijken. Hij doet het best goed. Binnenkort. Hé, hey, waar komt dat licht vandaan? Nou. Waar wacht je dan nog op? Maak een vuur. Je had je gezicht moeten zien. Oh, mijn tent staat in brand. Mijn geld.
Help, schiet op! Wow, geweldig vuur om marshmallows te roosteren. De beste vreugdevuurpenning gaat naar jou, Fik. Gefeliciteerd! Ja, bedankt. Oh, mijn geld. Zo, mijn scoutsgroep, hou vol. Nu ga ik jullie leren om gaten te graven. We zijn hier, sir. Zo, let goed op. We doen het zo. Klaar. Wow, je hebt zo'n groot gat in één keer gegraven. Nou jongens, het is jullie beurt. Ha, ik doe nooit zulke dingen. Hier, Andrew. Nee, jij hebt de schop. Graaf jij maar eerst. Iedereen is gelijk in mijn kamp. Dit is moeilijker dan trainen in de sportschool. Oh, het is olie. Ik heb olie gevonden. Ik zal rijker worden dan mijn vader. Ik zal een booreiland bouwen en dit veld naar mezelf vernoemen. Hij heeft geluk. Als hij geluk heeft, heb ik ook geluk. Nog een klein beetje meer? Oh, water! Ik heb water gevonden! Goed gedaan, Andrew. Gefeliciteerd! Ik heb water gevonden! En water is belangrijker dan olie. Oh! Hey jongen, is dit jouw werk? Ja, ik heb de bron gevonden. Je hebt het loodgieterswerk gevonden. En nu moet ik het repareren. Nou, Fik, je doet het goed. Gefeliciteerd en bedankt voor de olie. Wat? Nu ga ik jullie leren hoe je knopen moet leggen. Er zijn veel verschillende manieren om dat te doen. En dit is de eerste. Yes, kijk, het is gelukt. Hier komt de tweede manier. Fik, heb je gezien hoe snel meneer Rogers dat doet? Probeer jij het nu. Ik ken de betere knoop. Deze is perfect voor mij. Je hebt je taak volbracht. Ik kan het nog beter. Schiet op. Alles moet klaar zijn als ik terugkom. Ik heb het. Ha, het is een gewone lus. Ha. Lach niet. Kijk hier maar eens naar. Het is koud. En je kunt dat niet doen met je ketting. Oké, sorry. Kun je ook een fles voor me halen? Oké, geef me een minuutje. Ik ben tenminste stijlvol. Nou, hoe gaat het? Er is iets mis. Ik ving de te zware fles. Laten we het samen doen. Trekken. Wat is dit spel? Voor dit gedrag verdien je maar één ding. En dat is straf. En jullie meisjes deden het geweldig. Hier zijn jullie badges voor de nieuwe prestatie. Niet ontspannen. Nog 100 squats. Oh, wat een prachtige dag. Meisjes, wij stellen voor om onze krachten te bundelen tegen de majoor. Jullie willen wel een pauze nemen van zijn eindeloze taken? Oké, we doen mee. Laten we nu eens nadenken over een actieplan. Blijkbaar zijn de verkenners van meneer Rogers het beu om steeds zijn bevelen op te volgen. De jongens zijn niet serieus van plan. Oh, ik hou van het bos. Al deze bomen en bloemen. Prachtig. Auw! Goedemiddag, meneer Rogers. Nu zou hij ons niet dwingen iets te doen. We hebben hem goed vastgebonden. Goed gedaan, team. Nou, zullen we een kampvuurfeest geven? Ja, meneer Rogers had dit zeker niet verwacht van zijn scouts. We hebben het geweldig gedaan. Oh, jullie hebben het echt goed gedaan. Jullie waren in staat om een echte verkenningsmissie uit te voeren. Ik heb jullie alles geleerd wat ik wilde. Nu zijn jullie echte verkenners. Attentie. Oh, dat is niet nodig. Padvindster Jacqueline bewees haar vaardigheden in het knopen van grote knopen. Het was perfect. Padvinder Andrew bekroond met uitstekende whole place keuze badge. De majoor loopt vaak over dit pad. Rustig. Ja, deze plek is precies goed. Hier, graven Fik. Padvindster Jessica. Ja, meneer. Krijgt een badge voor de beste vermomming. Bedankt, meneer Rogers. En jij, Fik, je hebt goed gegraven. Ga zo door. Ons motto houdt stand. De verkenners moeten altijd klaarstaan. Het lijkt erop dat meneer Rogers niet zo formidabel is. Hij heeft gewoon zijn eigen methodes van opvoeden. Jij weer. Vond je onze video leuk? Geef hem dan een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken.
Tot ziens!